Het kost even moeite, maar dan heb je ook wat. Deze heuvel gaan we nu beklimmen. Prettige wedstrijd. En door. Deze slak heeft veel tredes beklommen. En door. Ergens halverwege de heuvel bij Mandalay staat deze wijzende Boeddha. De enige wijzende Boeddha van heel Myanmar. Het verhaal gaat dat Boeddha de heuvel beklom en de voorspelling deed dat 2400 jaar na zijn dood een stad zou verrijzen aan de voet van de berg. In 1857 was dat een feit. Hij wijst naar de plek waar ooit het koninklijk paleis heeft gestaan. Het was een hele klim, maar het uitzicht is het zeker meer dan waard. Je kan goed zien dat de rivier uit zijn oevers is getreden hier. Deze twee slangen achter mij die bezochten de heuvel om Boeddha te eren. En zo te zien is het voor heel veel mensen een hele belangrijke plek om naartoe te komen. Maar het is vooral ook een plek om veel selfies te nemen. Minuten naar boven lopen en na een half uur denk je, oh, ik ben er. En dan ga je weer in een ander hoekje en dan is er weer een gedeelte. Eigenlijk is het heel erg verspreid. This is it. We made it. Yes, we're back. We made it. We hebben net de heuvel beklommen, de Boeddha's gezien. We gaan nu eerst naar een textielcentrum, omdat Edlie nog wat stofjes wil bekijken. En daarna gaan we naar een restaurant uit de gids. Kijken of ze daar traditioneel Burmees eten hebben. Hoe decadent is dat? Met de taxi naar een textielhuis. Hij blijft wachten en daarna brengt hij ons naar het restaurant. Het lijkt wel een auto met chauffeur. Ik ga even kijken als ik een mooie longji kan vinden hier. In deze mooie shop. Het is betaalbaar is natuurlijk. Wat je veel ziet in winkels is als je eenmaal binnen bent dat het personeel als een web om je heen gaat staan. Zodat je je bijna verplicht voelt om wat te gaan kopen. Of ik ermee ga lopen? Ik vind het gewoon mooi, ook voor thuis. Niet zozeer om ermee te gaan, maar ik vind het gewoon mooi. Goeie groen, roze, op naar het restaurant.
Wat gaan we nu weer eten? Seizoensfruit op een bedje van ijs. Chili, prinses? Chili, yes. Je moet dat even maar niet jammer vinden. Zo, dat heeft een smaak. Nou. De bakjes zijn nagenoeg leeg. Als je iets mag opmerken, is misschien een beetje aan de vette kant. En ik had eindelijk eens een keer mijn avocadotjes. Ja. We gaan naar beneden. Naar de burger. Tent. Waar zijn we gearriveerd? Na een half uur lopen. Daar in een restaurant. Eindelijk! Eindelijk mijn burger!